De politie in Rotterdam heeft donderdag aan het college voor de rechten van de mens laten weten dat het geen aanpassingen gaat doen in de regels voor het dragen van een hoofddoek. Eerder oordeelde het college dat het discriminerend is dat de agenten tijdens haar werk geen hoofddoek mag dragen in combinatie met het uniform. De agent in kwestie stapte naar het college voor de rechten van de mens om een uitspraak te doen in het conflict wat de agenten en haar werkgever hebben. De vrouw beantwoordt telefonisch het servicenummer van de politie en neemt aangiftes op via videoverbinding. Ze mag dat van de politie doen in burgerkleding. Met een hoofddoek. Collega's van de vrouw doen hetzelfde werk in uniform en de agent in kwestie wil dat ook. Dat de politie dit niet toestaat is volgens het college voor de rechten van de mens discriminerend. Als zij de telefoon opneemt, ziet de beller namelijk niet dat zij een hoofddoek en een uniform draagt. Neutraliteit belangrijker: de politie vindt de neutraliteit van de agent belangrijker. Ook na de uitspraak. Aan de onpartijdige en onafhankelijke uitstraling ontleent de politie mede het vertrouwen van de burger dat de achtergrond of persoonlijke opvattingen van de politieambtenaar geen rol spelen bij de beoordeling van situaties waarin de politietaak wordt uitgevoerd. Aldus de Rotterdamse politiechef Frank Pawoensdag. Uitzondering dat de vrouw wel een hoofddoek mag dragen als ze haar burgerkleren aan heeft, is en blijft een uitzondering, omdat dat met haar is afgesproken. Dit schept geen precedent voor andere politiemedewerker. Aldus de politie, minister Ferdinand Grapperhaus had eerder al laten weten dat de agenten die met het publiek in contact komen geen hoofddoeken mogen dragen en dat de kledingcodes niet worden veranderd. Het college voor de rechten van de mens, waarin de vorige commissie gelijke behandeling is opgegaan, controleert of Nederland zich houdt aan alle afgesproken mensenrechten. Uitspraken zijn niet bindend.